applause. De finalisten van de Next Top Talent. French Kid, Leifi, Nikki en Melissa. Dit ongelooflijk spannend zijn voor jullie. We hebben hier erg lang naar uitgekeken. Leifi, hoe gaat het met de zenuwen? Die zijn er helemaal niet. Helemaal niet? Hoezo niet? Omdat iemand anders gaat winnen. Oh echt? Denk je het echt? Je weet het niet, hè? De mensen thuis hebben moeten stemmen. Oké, je weet het niet, maar ik ga ervan uit. Oké, nou, ik ben blij dat je niet al te nerveus bent, want dat is gewoon lekker relaxed. Hoe zit het met de zenuwen van Fresh Kid? Die draait 360. Jeetje, Mina. Oh, jongens, de studio ontploft hier bijna. Liefschat, Nikki, heb je genoten van dit avontuur? Ja, echt. Echt, ik vind het zo leuk. Het is gewoon alweer voorbij. Echt heel raar. Gaat snel, hè? Ja, het gaat supersnel. Echt, zo weer weg. Wij weten er alles van. Welcome to Showbiz. Het vliegt voorbij voor je er erg in hebt. Maar Melissa, je was vanavond de grote verrassing voor de jury. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt geweldig. Nou nog winnen. Ja? Nou, we gaan het zo zien volgens mij, toch? Lieve Do, kom eens even bij me staan. Ja, dat ga ik doen. Ik heb iets voor jou. Oh jee. En die andere envelop hou ik lekker zelf. En ik weet dat jullie me alle vier nu aankijken, en ik denk de jury ook, met schreeuw het uit. Maar dat ga ik niet doen. Tuurlijk! Ja. Wordt, willen we volgens mij allemaal even een heel warm hart toedragen Sander, naar alle Sander, vier. Stop er nou mee. Je hebt al die kijkers al weggejaagd, nu is het klaar. Wij zijn heel erg blij dat jullie hier vanavond hebben gestaan en voor ons echt de best hebben gegeven. Gegeven. En wij zijn er ontzettend blij mee. En we zijn vereerd dat jullie hier allemaal hebben staan. En dat jullie voor ons hebben willen zingen. Dankjewel. Nou, je neemt de woorden uit de mond. Absoluut. Ongelooflijk, jongens. Dank jullie wel. Ja, en ik weet dat jullie me aankijken van Jesse, allemaal leuk en aardig. Maar schreeuw het uit. We willen weten wie de next pop talent is. Hold up. Heel even. Laten we eerst even kijken naar de voorlopige ranking. Ja. Daar zien we dus op de vierde plek met 339 punten, Leifi. Op de derde plek zien we Fresh Kid met 393 punten. En een gedeelde eerste plek voor Nikki en Melissa met allebei 480 punten. Wat wordt dit ongelooflijk spannend. Naast de scores van de jury worden natuurlijk ook de stemmen van het publiek omgezet in punten op het bord. En degene die de minste stemmen heeft gekregen, krijgt er 350 punten bij. De nummer 3, 400. De runner-up, 450. En degene met de meeste stemmen krijgt er 500 punten bij. Het mag duidelijk zijn dat wie straks het hoogste aantal punten heeft, de next pop talent is. Voor hem of haar ligt de pen klaar naast het platencontract. Ja, maar voordat we naar die einduitslag gaan, Fresh Kid, Leifi, Nikki en Melissa, Sander zei het net al. We hebben jullie maanden geleden voor het eerst ontmoet. We hebben gezien dat jullie er iedere keer weer keihard voor gingen. En we willen even zeggen dat we echt van jullie allemaal enorm hebben genoten. Dus nogmaals, dankjewel. En dit is de envelop met de einduitslag. Hou elkaar heel goed vast. Ik haal het kaartje uit de envelop. Hier staat de uitslag op. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik alsjeblieft stilte in de zaal? Want dit is het moment waar deze vier finalisten heel lang op hebben gewacht. De eerste die ik ga noemen, die heeft na de telling van de punten de laagste score van vanavond. En daarmee ben je op de vierde plaats geëindigd. Leifi. Leifi, dank je wel. Dank jullie wel. Geef hem een dame.
applaus nog, dames en heren. Levi! Ja. Jongens en meisjes. Nog drie kandidaten. En dat je de laatste drie hebt bereikt is natuurlijk al een fantastische prestatie. Maar natuurlijk weten we ook dat je liever niet met brons naar huis gaat. Op de derde plek is geëindigd. Nicky! En wat is dit verschrikkelijk, jongens. Ook voor ons, geloof me. Want dan komt dat rotmoment. Want hoe leuk het ook is om een winnaar uit te roepen, het doet toch ook wel een beetje pijn als je net naast die titel grijpt. Maar het is niet anders. Er is maar één award. Er is maar één platencontract. En dat platencontract, dat is voor. En ik wil stilte in de zaal. Het platencontract is voor Melissa! Goed gedaan, liefie. Jongens, kom erbij. Hier is je award. Oh, dit is jouw moment. De next pop talent van Nederland. Melissa. Prachtig, dit. Prachtig. Wat ga ik het missen. We kijken nog één keer naar het scorebord. En dan daar staan de cijfers toch echt duidelijk op. Melissa is de next pop talent. En laten we hopen dat we nog heel veel van haar gaan horen. Zeker hopen. We bedanken natuurlijk ook onze jury. Stacey Rookhuizen, Sanne de Buissonnier, Gladys Feest en Ruud de Wild. We hebben ons best gedaan. We hebben met heel veel liefde en plezier dit programma gemaakt. Maar het zit erop. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dankjewel en geniet van de aankomende dagen. En een heel erg goed weekend.